first painting I did, I couldn't write small. So by the time I wrote my name across the bottom, Sam G was all I had room for. So it just kind of stuck. Yeah, I have a lot of other nicknames. I tell everybody I'm the world's loneliest ladies man. I think that was a bumper. That's tribal. That's ancient. I mean, there's things that go back 3,000 years or just those two holes. Sometimes you can feel that wave, that thing where it's like, vroom, we all connected. We all, like, you know, just sharing life for a little while. Eric LaGuille is one of the most beautiful people on the planet. Eric's not from this planet. Nobody's real sure how old Eric actually is. By my best estimation, he's 874. Eric LaGuille, I've been telling everybody I steal all his women. And I ain't never stole his women. I ain't never stole any of his women. Maybe three of them. But other than that, I ain't never stole his women before. He's like, oh, no, okay, I don't steal your women. I was like, oh, I don't think so. You'll never hear anybody call him Kip. It's always Kip Ramey. Hi, I'm Kip Ramey. The world's folk art washing machine and the dryer that's broke. Yeah, I was walking through the woods one day with my dad, seen a bunch of old can tops laying there and thought they looked like carolers from Christmas. And then I made the Beatles and somebody bought it and I made different people and people just went crazy. And I'll paint on anything. I love her and I couldn't live without her, so I had to propose to her. About 50 different ways? About 50, I asked her 100 times. But I mostly do just simple things, like little sailboats like me and my father did when I was a little kid. I especially like to do a lot of different colors in the background. You know, it's just cheerful. Me and my mother started out, we do just one show a year, and as time's gone on, we've just done more and more together. One of the things that nobody really believes is the fact that we've actually never had a fight since we've been together. Just wait. The only thing I claim to be good at, and actually claim to be the world champion, is sitting on the porch in your underwear. The reason why we have the Sam G Memorial Museum is because Sam G is the world famous Sam G, Mr. Hollywood, Mr. Ladies Man. So why wouldn't you want to have a memorial museum dedicated to Sam Granger? When I get my business cards printed up, I'm actually going to change my name. And we've been talking about this. Change my name to world famous. And then last name's going to be Sam G. That's what we're working on now. I just wonder how my beauty's gonna come across. Am I gonna be too beautiful? I'm really concerned about it. Plan on coming out with a line of hair care products. I'm a good looking man. I've always bragged about having perfect hair for television. Oh, the free hug dude, the hug meister. Plus it gives ladies the opportunity to come up and get a hug too. And hug the world famous ladies man. I don't promote the free hugs like I used to. You know, you hug couple hundred people and you go home with a bad stomach virus and you're on the toilet for 3 days. We'd see UFOs up there across Black Rock Mountain. We'd watch them for so long we'd get bored. Just sounds crazy, but what else sounds crazy? Electricity sounds crazy. There'd be lights, it'd be like... Do people ever accuse me of being on drugs? Yeah, and the drug is myself. I'm too high on myself to do drugs. If you can come in here and get out of here without laughing, I'll give you a dollar. And I've had people say, oh, when you die, I want your dust. I'm going to snort that stuff. If you're alone, which is a good thing, because I don't know if I got a dollar. Questions that an artist gets asked all the time, why do you want that much? Why do you think you're going to get that much? And how long did it take you? My art's well appreciated by people. It seems like my art appeals to people that ain't got no damn money. The universe always provides. There was a 7 to 9 month stretch where every single month, the day my power was to be cut off, somebody would come in and buy the exact amount. Yesterday, I was like trying to figure out how I was gonna get up here. Now you put my last $11 in the gas tank. I hate being broke. It's all the time, it's broke. I always challenge myself to do something extraordinary. In the last 3 years, I live without heat. I do book signings. I hadn't written my own book yet. I'll sign any book you bring for $2.
what is it I went to school for? I like to answer that question. I got a degree. I went to school for learning. Love these mountains. I tell everybody, millions of years ago, God put these mountains out here just for me. Because he knew I was to be here one day, and I was destined for greatness. I got a degree in anthropology and philosophy. Together they make philanthropy. The Statue of Liberty hat, it started life as a deer feeder. But I paid my own way through college working at a developmental center with special people with Down syndrome and genetic disorders that you don't see in public and you never heard of. Probably my biggest customer on devil women is women, because they know they're the devil. Jesus lives in Georgia. Devil lives in Texas. Got a dollar in my pocket. I got two in the bank. My old lady put me out, cause I said a booty stank. Kip Raymond keeps wanting us to have this wrestling match. And all I gotta say is, CMG, you can't have my woman. I don't understand why he wants to wrestle all the time. I think Kip Raymond just really wants to grope me. You can have all the Eric's you want, not mine. The devil has a big house in Texas. I mean, I think he lives everywhere, but I think he's got a, like, jacuzzi in. Every time I sell a painting, I have to give a part of me away. With Kip, it's a lot easier because he paints to make people happy. I give up driving on a counter for walking because you see so much more, 10,000 times more better going at a slower pace. Like when you're walking, you can hear the birds singing and you can watch the grass growing. Most artists, we don't fit in. Really, all of us, we're just like a big family. It's a big family. We all watch out for one another, help one another when we can, to meet people who look at things like you do, think like you do. Most of us, to begin with, never had a family in the first place, and if we did have a family, we were outcasts from them. My name is Kristen Quackenbush. I've always had a passion for any kind of art. I've probably been doing photography the longest. I am self-taught in pretty much anything I pick up. It's like one big family. One of the things that I'm very well known for is launching food. It's kind of an art in itself. But I always have my lovely assistant, Ms. Quackenbush, with me. Today we're going to be trying to do rice cakes. We've never got this to work yet. I'm Capman. Capman, see right here. Some people look at my art and go, hey, it's Capman, it's fun. And the next moment, I'm having a super heavy experience with them. Man, I used to be a math teacher. Meeting somebody that looks at life the same way and then it clicks is an immediate connection. Hi, I'm Tex Crawford. I just say, golly, that's my brother, that's my sister, because I see their art. And you look right into their soul. Hey. Why do I have a giant beard? Because I can't grow anything on top. Everything you see here, I fit in a Honda Civic. If Sam really does his hair care products, then Tex will have beard care products. Tex's beeswax for your beard. Hi, I'm Rob Seven. I don't make art, I am art. It's kind of a powerful feeling to have all 10 fingers activated. My name's Randy Tobias. Southern Face Jugs. Mostly meant to put liquor in, and the scary faces kept the kids out. My name is Alexis White.
I've been painting for a year and a half. I got bored and went to Walmart, bought some canvas and some paint, and it just started happening. I love it, it's awesome. My subject in my painting is more personal, I guess, for me. For me, slave art, I find it insulting. There was two ladies walking past my booth at that show, and they had the jugs, and I saw the faces, and they just struck somewhere deep in me. I was like, this is the most hideous thing I've ever seen. What is that? And she goes, oh, they're just ugly face jugs. And I was like, that is some slave stuff. I could tell how the eyes were bugged, the teeth were messed up, the huge lips and big nostrils. I actually called a museum place in North Carolina where there's a whole field that they found remnants of it, like pieces. And they thought maybe it was a slave burial site because those pottery pieces were everywhere. And I was like, what? Howdy, this is Chris Chubb Hubbard. So in 1998, I made the Heaven and Hell car. I picked that theme because I like religious art. I have only seen them one time. Something came up to the window. It was about this high, and it had wings like a dragonfly. It was not a dragonfly, it was a little person. And it was hovering, and the snowflakes were falling on its wings. Ik heb een passie voor tekenen. Vanaf mijn derde ben ik al bezig met figuurtjes uit mijn omgeving te tekenen en eigenlijk doe ik dat nog steeds. Het tekenen is voor mij een verwerking van beelden, vormen, geluiden, geuren, emoties en gesprekken die ik het liefst zo snel mogelijk aan een papier of doek toevertrouw. Ik begin bij elk schilderij aan een nieuwe reis. Dit is zowel een reis voor mij als voor de toeschouwer van het werk. Het witte doek bewerk ik met spuitbussen, wat een ruimtelijk effect geeft. Het zorgt voor diepte en spanning op de achtergrond. Vervolgens zet ik een hoofdfiguur neer in dikke kaderlijnen, zwevend op het doek. Door dit figuur laat ik mij inspireren voor mijn reis, die ik voortzet met verfstiften en kwasten. Het ene werk doet denken aan een wereld vol met bloemen en beestjes. Het andere meer aan een volle metro tijdens spitsuur. Mijn stijl is volgens mij behoorlijk herkenbaar. Overal schuilen verrassingen in de vorm van mensen, dieren, bloemen en vormen met heldere, contrasterende kleuren. Een doek toont soms honderden fragmenten waarbij fictie en werkelijkheid door elkaar heen lopen. Thank you.
Ik ben Pieter Zandvliet, geboren in Leiden 1969, opgegroeid in Delfshaven, Rotterdam. Lijkt het enige stukje Rotterdam wat enigszins een beetje op Amsterdam lijkt, want dat is niet gebombardeerd. En ik ben begonnen met tekenen toen ik een jaar of drie was, al op alles wat los en vast zit. En daar maakte ik stripjes mee, boekjes, ik schreef verhaaltjes en tot in mijn vrouw in 1992 Sandra tegenkwam en die werkte ergens en die stimuleerde dat ik mee ging doen aan een jongerentijdschrift, Freelook. En daaruit is ontstaan dat ik op een gegeven moment ook meldart ging doen. Dus ik smelte Barbies en daar maakte ik werken van, maar dat was natuurlijk hartstikke ongezond. Toen zei mijn vrouw in 1997, waarom ga je niet je tekeningen groter doen, dat je ook gaat schilderen en op doeken. Nou, dat ben ik gaan doen. Toen met succes. Toen heb ik meegedaan aan een manifestatie in Schiedam. De Dubbelkamer heette dat. En daar won ik de publieksprijs. En zo van kwaad tot erger ben ik blijven schilderen. En ik schilder eigenlijk het tekenaar. Ik vind mezelf meer een tekenaar. En ik ben daar de hele dag mee bezig. Soms 16 uur per dag ben ik gewoon aan het tekenen. En dat gaat de hele week zo door. En in elk werk, waarom het voor mij spannend blijft, is dat ik weer een nieuwe reis ga maken. Dus ik weet zelden of nooit van tevoren wat ik ga maken. Maar tijdens het maken, dan creëer ik weer een nieuwe wereld. Dus weer een nieuw werk. En maar zelden lijkt een werk ook op elkaar. Wel natuurlijk de stijlen. Maar niet inhoudelijk. Dus het is altijd, sinds ik op het platteland woon, 5 jaar, zie je wel meer dieren als eerst. Maar nu zijn, nu inmiddels komt die stad toch weer terug. Dus alles komt bij elkaar en wordt gecombineerd. En ik vlak niks uit, ik heb geen grenzen. Ik hou van een heleboel, dus dat zie je ook in mijn werk. Nou, dat is een beetje Pieter Zandvliet. En ik hoop dat jullie het mooi vinden natuurlijk. Door welke kunstenaars ben je geïnspireerd? Oh ja, in de eerste plaats Jean Dubuffet. Dus daarbij Park Emaille in Arnhem, Krulemühle. Daar zou ik wel een keertje willen slapen 's nachts. Dat vind ik zo mooi. Gewoon ook omdat hij heel erg, net als ik met kaderlijnen werkt en vormen. Dat is eigenlijk in contrast de hoofdmoot van die ik ook heb. Ja, natuurlijk, ik ben heel erg geïnspireerd door strips, underground strips Pablo Picasso. Ik hou ontzettend van Spanje, waarschijnlijk dat daardoor komt dat het een beetje zuidelijk overkomen werk. En verder van Nederlandse kunstenaars, de oude meesters zoals Rembrandt, Jeroen Bos en Graffiti spreekt me erg aan. Dus ik heb outsider art natuurlijk, heel veel outsider kunstenaars, zoals Hein Dingemans. Dus dat zit wel goed dat we dan samen exposeren natuurlijk. Ja. Muziek? Muziek, dat is ook heel breed. Dat begint bij de Beastie Boys en experimentele jazz vind ik te gek, zoals Sunra. Maar ook natuurlijk Frank Zappa en Varese, de inspiratiebroncomponist van Zappa. Ja, en tot gewoon noem ik altijd leuke deuntjesmuziek van waar je herinneringen aan hebt. Dus dat kan ongelooflijk lullige muziek zijn, maar die je toch leuk vindt. Maar de hoofdmoot is wel jazz en waar ik erg van hou. En wereldmuziek vind ik ook heel, heel fijn. Maar dat is heel breed. Dus je kan me betrappen dat ik opeens naar folk van Madonna aan het luisteren ben of zo. En exposities? Waar ik geëxposeerd heb? Ik heb een object gemaakt in het Stedelijk Museum van Schiedam. Daar hangt op het Burgemeester Meijnersplein in Rotterdam hangt nog steeds een werk van me ook in het openbaar.
En ik heb, ja, ik heb eigenlijk verschillende plaatsen in Texas geëxposeerd. Nu komt er een aan in Buenos Aires, waar ik niet bij ben helaas. Want ja, dat kost toch heel wat. En in Spanje vorig jaar, in Venezuela. En ik heb, mijn werk hangt echt over heel de wereld. Maar wat nog wel het leukste is, het zijn allerlei soorten mensen. Dus het zijn niet alleen maar rijke mensen, maar er zit ook een vrachtwagenchauffeur bij die collectioneur is van mijn werk. En dat maakt het voor mij heel leuk, want dat is eigenlijk ook grenzeloos. Mag jou een doorgebroken outsider art artiest noemen? Ja, dat mag hoor. Dat is leuk. Ik had er zelf nog niet zo doorgedacht, maar ja, klopt. Ja, natuurlijk 3 jaar geleden pas, ik ben nu 45 of 2 jaar, hebben ze ontdekt dat ik het syndroom van Asperger heb. En dat is voor mij een... Ja, heel fijn, want ik heb eigenlijk niet zo'n heel leuk leven. Ik kom zo van, oh, nou, het gaat van het een naar het ander. Maar dat was niet altijd heel leuk, want ik had heel veel driftbuien. En dat is nu middels hele lichte medicijnen en dingen die ik bij mezelf weet, kan ik daarmee omgaan. En dat is voor mij eigenlijk wel de grootste verdienste, waardoor ik ook lekker rustig kan werken en helemaal... respecteer wie ik ben, dat ik niet me laat opdringen dit en dat die anderen ook doen, dingen doen. Daar voelde ik me niet gelukkig bij, maar toen wist ik het niet. Dus dan blijf je dat zeg maar al die tijd proberen. En nou kan ik lekker bezig zijn met mijn werk en veel meer genieten van mensen ook. Dus als ik praat, geniet ik veel meer. Het voelt niet gemaakt en dat was eerst altijd wel het geval. Dus dat, ja, en ik denk dat je dat ook wel terugziet in mijn werk. Ik ben Max Karper, ik ben beeldend kunstenaar bij Artians in Alkmaar. En ik wil wat vertellen over mijn schilderijen die ik ga exposeren. Het eerste schilderij gaat over vier wezens die eigenlijk een soort van alter ego's zijn voor mij. De wezens staan eigenlijk voor de persoonlijkheden die ik heb. Zoals bijvoorbeeld de Tibetaanse... demon is eigenlijk de woede in me. En de blauwe boeddha is de rust. En de wezen die een beetje gek staat als een soort trolletje. Dat is een beetje de gekte in me. En daarnaast is het krachtwezen. Eigenlijk de kracht die ik in me heb. Ik heb ook van elke schilderij... Of ja, van elk wezen heb ik een portret gemaakt. Zodat je een close-up kan zien van de wezens die ik uit heb gebeeld. Zo staan ze ook nog voor de vier elementen, de wezens. Bijvoorbeeld de gekte is lucht, aarde is kracht, vuur is het kwaad en de boeddha is water. Nou heb ik ook... andere thema's gedaan. En daarbij heb ik een Tibetaanse draak uitgebeeld. Dat zit in een landschap van bergen. En dat is eigenlijk een bepaalde bescherming die ik om me heen heb. Gewoon, ja, draken staan ook zo symbool voor bescherming. En zo beeld ik dat ook uit. En ook met mijn geloof en zo, want ik ben spiritueel. En ik doe eigenlijk ook met boeddhisme en met Tibet en zo, beeld ik ook elementen uit daarin. Ik heb dan ook nog een schilderij met een karper erin. En daaromheen zit een kasteel met een skelet in de zee en... Je ziet ook een graatvis zwemmen. Nou, is dit eigenlijk het symbool van hoe de zee eruit ziet. Want de zee, ja, is eigenlijk, er zitten allemaal verwoestingen in en vervuilingen. En daardoor wil ik uitbeelden van ja, ondanks de dood die in de zee zit, zwemt alles door gewoon het leven. Ook een andere schilderij die ook er hangt. Is eigenlijk twee harten die je ziet. De ene hart is rood en de andere is zwart. Of ja, een beetje een donkere contrasten. Het donkere contrastenhart staat eigenlijk voor
ja, de beschadiging die ik in mijn leven heb gehad door het pesten en ja, door mensen die misbruikt hebben en zo. Maar ik heb, daardoor heb ik een ander hart getekend en die is rood. En dat is eigenlijk wat ik wil laten zien, is van de kracht die ik in me heb en de liefde voor andere mensen. Dat daardoor, en daaromheen is het duister. Dus eigenlijk is voor mij dat de bron die ik zelf heb, in mijn hart, ligt bij mezelf. En daardoor ga ik eigenlijk door de menigte heen, door de massa. En zo overleef ik eigenlijk. Het staat symbolisch. Ook is er een kast met die geplant zit met een boom. En daarin zit een wezen die zich opgehangen heeft. Ja. Dit is eigenlijk de gedachte, de woede en de frustratie waar ik jaren mee heb gelopen. Omdat ik het gewoon heel zwaar had in mijn leven. En dat heb ik eigenlijk gesymboliseerd zo, op die manier. Ik heb ook... Je ziet een schilderij met slangen erin. Dat zijn eigenlijk de schilderij heet Slangen in de Tempel. En dat is eigenlijk als ik mezelf een rustige plek zoek of ik wil mediteren, dan zie ik eigenlijk altijd een bepaalde slangen door mijn hoofd heen kruipen. En die tempel is eigenlijk de plaats die ik heb waar ik mijn rust en mijn eigen plek heb. Alleen ja, er leeft van alles doorheen en er bewegen slangen. Maar het zijn mooie kleurrijke slangen, dus er zit ook een bepaalde kracht in. Een andere schilderij is eigenlijk wel de gekste. Dat gaat over, je ziet een trein, een hondenkop. En je ziet de huis van mijn ouders eigenlijk. Het lijkt een beetje op een Amsterdamse huis. En de bedoeling is dat die trein mij gaat ophalen van huis naar mijn ouders en dat hij dan doorrijdt naar een gat in de dimensie waardoor ik gelijk bij mijn werk aankom.